Er is inderdaad wel meer in die baard gaande dan ik dacht. Thanks. Ik ben mijn baard het laatste jaar voor het eerst in mijn leven. Ik heb nog nooit mij nog niet zo lang geschoren. Dus welkom bij de video review van Peters baard. Ja, ik vind de haren een beetje overrated. Ik heb ook een paar grijze haartjes, ja, maar wel minder dan ik dacht. Dat vind ik juist, dat geeft het wat artistieks. Wat jeu de vivre. Zwaar de vivre. Zwaar de vivre, sorry. Ja, dat is een baard à val la lettre. Tuurlijk, ja. Frans. Oui. Apex. Legends. Champion double kill. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. Zip line deployed. Sorry you died. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. Shots fired. Sending out my decoy. Hi. En daar was hij opeens, Apex Legends, van de makers van Titanfall, een Battle Royale game vanuit het niets. Hij was direct te downloaden, binnen een paar dagen. Tom is er direct mee aan de slag gaan, want Tom is groot fan van Titanfall. Check even in de beschrijving ook de reviews van de laatste Titanfall games, om even op de hoogte te zijn van die ondergewaardeerde shooters, want dat is vooral wat je ervan wint. Titanfall 2 is zo ondergewaardeerd. Die game verdiende het niet om zo, zeg maar, weg te gesluisd te worden door de mainstream media ofzo. Het was gewoon zo, alles ging om Call of Duty en alles ging om Battlefield. Uiteindelijk was Titanfall 2 de beste shooter van dat jaar. Ja, Destiny. Maar hem. Destiny zat er ook nog bij, daar ging ook iedereen over praten. Nee, Titanfall, ontzettend goede shooter, lekkere mechaniek. En die komen nu met een Battle Royale game. We doen even een quick review, want je hebt het eerste avond gespeeld direct. Wat is Apex Legends? Is het een Battle Royale zoals we kennen? Ja, 100 man, één map. 60, één map. Squads van 3. Je moet in squads van 3 spelen. Er is geen solo. Het draait echt om teambuilding. En het is, zoals je zou kunnen zeggen, een soort van Titanfall, maar dan in een Battle Royale mold geduwd. Maar dat wil wel zeggen geen Warring meer en geen Titans meer. Maar wel hetzelfde universum soort van. Je hebt dezelfde wapens, dus de gunplay is heel erg goed. En de mobiliteit is er nog steeds ook wel. Al zullen Titanfalls fans, zoals ik, zullen misschien een beetje, klein beetje teleurgesteld zijn dat er geen Warring meer in zit. Maar ja, goed. Maar wat Titanfall zo goed maakt was natuurlijk de Titan! Vol, ja. Maar ook het schietmechaniek. Ja, vooral, weet je, dit zijn de gasten die de beste Call of Duties hebben gemaakt. Respawn was ooit Infinity Ward. De beste gasten van Infinity Ward zijn vertrokken, weggegaan van Call of Duty, weggegaan van Activision, hebben Respawn gemaakt. Ik zeg al jaren, Titanfall is de beste Call of Duty in jaren. Nou kan ik het niet zeggen van Black Ops 4 misschien, maar die gunplay is ijzersterk. Ja, want zij zijn van Modern Warfare 1, hè? Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Call of Duty 2, eigenlijk voor mij de hoogtepunten van de Call of Duty franchise lagen bij dat Infinity Ward. En dat is nu Respawn, dus je kunt eigenlijk zeggen, dit is de Battle Royale van de mensen die origineel Call of Duty maakten. Oké, Battle Royale, het is hip en happening, maar we hebben er eigenlijk nog maar een paar. We hebben PlayerUnknown's Battlegrounds, die game is nu oké. We hebben Fortnite, nou het is leuk als je onder de 12 bent, maar we hebben ook nu natuurlijk Call of Duty. Dat is eigenlijk de grootste concurrent lijkt me voor deze game. Als je gaat kijken naar de gunplay, ja inderdaad, omdat dit ook zeg maar komt van de gasten die ooit Call of Duty hebben gemaakt, is het ook in de gunplay heel erg te vergelijken met Blackout van Black Ops 4 inderdaad. Alleen dit is wel een heel stuk mobieler. Dus precies wat Respawn bracht naar de Call of Duty formule met Titanfall, dus meer mobiliteit, dat doen ze nu dus ook met een Battle Royale. Het is een hele snelle Battle Royale. Het remt zo ontiegelijk snel op, je wil het niet weten. Gewoon ook in de gunplay, maar ook hoe zeg maar de match zich een beetje vordert. Het gaat rete snel. Je zit echt, een match kan winnen in 15 minuten. En vaak, na 1 minuut zit je al in de adrenaline, je zit in de actie. Er is niet langzaam afwachten, er is geen soort van gradual build-up. Wacht even, wat ik vet vind aan PlayerUnknown's Battlegrounds is dat ik gewoon in een toilet kan zitten, me kan verschansen en wachten tot de tegenstander komt. Dat is Apex Legends, is dan niet je game. Nee. Als je echt zoiets hebt van ik wil heel tactisch, heel rustig, heel echt terughoudend spelen, blijf lekker bij PlayerUnknown's Battlegrounds. Als je wat snellers wil, als je echt adrenaline pompende, snappy ass game wil. Heb je dan wel genoeg loot snel genoeg? Ja, dat is juist het ding. Ze doen in de quality of life doen ze heel veel dingen om het sneller te maken. Dus alles wat je oppakt wordt automatisch attached. En je kunt ook zeg maar met de communicatie met je team is alles heel erg snel. Je pingt bepaalde dingen, dus je kan zeggen, weet je wel, je pingt dat ding. Dan zeg je, oh daar is loot of daar is een vijand. En dan zegt bijvoorbeeld je karakter niet alleen daar is loot, maar die zegt, hey, dit is een level 2 vest. Of hey, ik heb nodig een barrel voor mijn shotgun of zo. En ik heb nu een level 2, misschien heeft iemand een level 3. Dus er zijn heel veel van die kleine dingetjes die ze zo getweakt hebben dat het allemaal heel erg snel speelt en dat je heel erg snel kan communiceren, dat je heel erg snel in de actie zit. En dat is heel fijn. Ja? Ja. Maar je bent ook weer snel dood.
je bent relatief snel dood. Wel minder snel dan een Titanfall. Vooral ook omdat je nou bijvoorbeeld niet dat wallrunnen hebt. Maar je hebt natuurlijk ook je medpacks en je kunt healen. En er zijn verschillende klasses en dergelijke. En dat is dus ook wel waar het een beetje anders in is dan anders dan andere Battle Royales. Is dat dit natuurlijk dit draait om de Legends. De Apex Legends. Dat zijn in dit geval zijn het nu 8 karakters. Dat worden er nog meer. Maar in die zin is het een beetje alsof je een Battle Royale kruist met een hero shooter. En dan is natuurlijk het grootste voorbeeld is Overwatch. Ja. Dus er zijn verschillende karakters en sommige karakters kun je meer op healen, zijn meer op healen gebaseerd. Andere zijn meer op zeg maar snelheid gebaseerd. En zo maak je je squads natuurlijk ook. Ja, zo maak je je squads een beetje. Dat is ook weer heel leuk gedaan. Dat je speelt met z'n drieën en je kiest allemaal om de beurt kies je één van de legends. Die komen ook heel mooi naar binnen zwiepen. Dat je denkt van, oh, ze hebben dus wel een beetje gedacht aan een soort van animatie en een beetje leven in die karakters gooien. Dus het is heel interessant dat je dan inderdaad squads van drie maakt en dat je zegt van, oké, ik heb een beetje die medic-achtige rol. Ik ben een robot met een zipline. Ik ben een wat heavier guy met een schild en ik kan straks als mijn ultimate kan ik een of andere ben barrage. Ben een tank, take the aggro, ja, take the aggro. Ja, zo zou je het een beetje kunnen spelen. In die zin is het een klein beetje een soort van een paar hints van Overwatch die erin zitten met de abilities die je verspreidt onder je squad. Leuk man, klinkt echt vet. Hoe is het map design? Want het is dan niet denk ik hele grote kale velden. Nee, het is... Geen voertuigen. Geen voertuigen en je proeft er wel wat in van de Titanfall stijl in de map. Alleen ik vond de map in het begin wel een beetje dat ik dacht van ja, het is iets meer een arena, maar het is net als wat Blackout deed met Call of Duty. Ze maken het groter en daardoor is er iets minder oog voor detail in wat er zeg maar allemaal in die wereld gebeurt. We weten ook niet of ze willen gaan voor zeg maar zo'n evoluerende map zoals bijvoorbeeld de Fortnite doen of dat ze meer iets willen zoals PUBG, zoals meerdere mappen die ze dan eigenlijk uitrollen. Dat weten we nog niet. Ik vond de map, ja, het is prima. Het is een fijne arena. Je kunt echt het een en ander leren erover. Het voelt een beetje Titanfall-esque, maar het is net iets minder een soort van diepgaand of zo, natuurlijk, omdat ze het een beetje uit moeten strekken en dergelijke. Leuk man. Apex Legends. Wat Battlefield komt er nog aan. EA, grappig. Het is ook niet met Bombari aangekondigd. Het voelt zo niet als EA. Nee, inderdaad. Het is ook heel gek dat ze dit net voor Anthem erin gooien. Misschien al zoiets van, oeh, Anthem gaat misschien toch niet zo heel lekker nu in het imago. Laten we even een goede free-to-play unit droppen. Ja, hij is gratis, hè? Apex Legends is gewoon gratis op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Ja. Zit een microtransactie in? Ja, er zit een microtransactie in, puur cosmetisch. En dat is misschien wel een klein dingetje waar ik net iets minder over te spreken was. Jij wil pay to win. Jij wil 100 euro uitgeven en gewoon die beste wapens zodat je iedereen kapot maakt. Nee, ik ben heel erg voor het cosmetische betalen voor puur cosmetische dingen. Er zitten wat lootboxes in die je kunt verdienen. En je kunt natuurlijk ook bepaalde dingen gewoon direct kopen als je gewoon currency koopt. Die is ongeveer te verdelen als één zo'n Apex coin is een cent. Dus weet je, als iets 1000 kost, dan weet je, oh oké, dat is dan een tientje. 10 euro. Ja. In die zin hebben ze dat allemaal wel heel goed gedaan, maar ik vind alleen de skins en zo die ze aanbieden nu nog een beetje wat aan de schrale kant misschien. Ja. Als je dan toch zeg maar Overwatch als voorbeeld neemt, Overwatch doet het heel goed met die legendary skins, weet je, die zijn heel leuk gethematiseerd, die zijn heel uitbundig, heel gek, daar doen ze heel veel gekke dingen mee. Bij Apex Legends is het nog zo van ja, nu is de robot in een ander kleurtje of nu heeft die, weet je wel, heeft deze held iets net een soort van holographic dingetje eroverheen of zo. Dus nog niet echt dat je denkt van wauw, dat is zo uitbundig. En sowieso vind ik het character design ook iets minder sterk als bijvoorbeeld iets wat Blizzard heeft gemaakt. Dus er is iets minder binding misschien met die karakters en de cosmetics die je ervoor kan unlocken. Maar hey, dit is een game as a service, dus dat kan waarschijnlijk nog allemaal gaan groeien. Hij is gratis spelen, hij is net uit en er zal nog heel veel worden toegevoegd. Ik denk het wel, want sowieso in de eerste 8 uur of zo klokten ze al 1 miljoen spelers. Dus ze hebben in ieder geval een solide start. Als dit wat meer momentum gaat krijgen, dan zie ik wel dat dit nog jarenlang mee gaat slepen. Ze hebben in ieder geval al een hele roadmap voor jaar 1 met een battle pass natuurlijk. Die loopt dan 3 maanden en er komen weer nieuwe wapens, er komen nieuwe heroes, er komt nieuwe loot en dergelijke. Dus. Leuk man, ik vind het altijd leuker als er een nieuwe Battle Royale is. Ja, want Battle Royale is gewoon vet. Ik heb ook het idee dat dit zijn eigen plekje kan vinden. Het concurreert direct met Blackout zou je kunnen zeggen, maar omdat dit gratis is en omdat het toch weer net iets kleurrijker is. Het komt van fucking respawn mensen, dat maakt het gewoon heel erg snappy. Ja. Ik denk dat dit een plekje kan verdienen in het Battle Royale landschap. En voor de Star Wars fans onderhand veel geld uitgeven in Apex Legends, want ze zijn bezig met een nieuwe Star Wars game. Gooi Star Wars meer geld daarin Apex gaat, nee, hoe beter die Star Wars game wordt. Nee, des te meer ogen op Apex Legends staan, des te meer ogen er ooit op Titanfall 3 komen te staan. That's all I'm saying. Respawn, doe je ding, ik vind dit gaaf, maak dit mooier, maar zorg er straks voor dat je dan terugkomt naar Titanfall en dat echt een lijpe game wordt. Waarom moet je nou weer zo ons afscheiden? We kunnen ook gewoon samen denken en denken, Jar Jar, fall! Yeah, gewoon op zijn gezicht, mos en mos dood. Gewoon één game. Ja. Ja, daar ben ik dadelijk voor. I know, right. Ja. Hey, leuk man. Apex Legends, hij is hier. Ga allemaal lekker spelen als free to play. En laat in de reacties weten wat je ervan vindt. Geschreven preview komt er ook aan, uitgebreid door Tom. Geschreven. Bedankt voor het kijken naar deze preview op gamers.nl. Dankjewel, Tom. Wat is een preview of een review? Het is uit. Een
review in progress. Review, ja. Of weet ik veel. Iets. Waarschijnlijk gewoon review. Dat niemand googelt naar review in progress. Nee, review. Ja. Cool. Vind ons op Google. Gamers.